Goedenavond gemeente, hij doet het. Goedenavond gemeente, hartelijk welkom in deze kerstnachtdienst. Ook iedereen die via de media met ons verbonden is, van harte welkom. Voorganger is dominee Jans en onze speciale gasten zijn a cappella voor hem. Middels zang en lezingen zal de heilsgeschiedenis verteld worden. Voor wie hier niet aanwezig is, de liturgie staat op onze website hgop.nl. De collecte bij de uitgang is voor ouderen in Oekraïne via Dorcas, ons wel bekend. En namens de kerstnachtdienstcommissie en de kerkenraad wens ik iedereen een gezegende dienst toe. Welkom.
Welkom allemaal in deze kerstnachtdienst. Zullen we gaan staan? En net zoals aan het begin van elke dienst willen we een moment van stilte nemen om onze harten op onze God te richten. Want wij mogen weten en belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Daarom genade en vrede zijn jullie van God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Je mag gaan zitten hoor. Ja, u hebt het waarschijnlijk al wel kunnen lezen dat onze broeder en ambtsdrager, mede kerkenraadslid en gemeentelid Henk Oosterveld afgelopen week is overleden. Het is mooi dat hij nog naar huis kon om daar te midden van zijn geliefden ook afscheid te kunnen nemen van zijn geliefden. En misschien hebt u het ook al meegekregen dat we vannacht werden opgeschrikt door het verongelukken van Jona, de kleinzoon van Henk. Een groot drama in de familie Oosterveld en de familie Muis. We willen hen morgen, zoals we altijd doen, in de dienst op zondag willen we hen gedenken voor Gods aangezicht. Maar nu willen we gaan bidden. Vader in de hemel, wij willen u danken dat we hier bij elkaar mogen komen en kunnen komen. Dat we dat in alle vrijheid mogen doen, kerstavond. Dat is wel een tijdje geleden dat we dat konden. Wij willen u danken dat het weer kan en dat het mogelijk is. En dat we dat in alle vrijheid mogen doen en dat we ook niet bang hoeven zijn voor bommen of granaten of raketten. Ook niet bang te zijn dat iemand ons het mes op de keel zet. Zo, jij mag dat niet doen. Nee, we kunnen de naam van Jezus gewoon noemen. Van onze vredevorst. En we willen u danken, Heer, dat u ons roept. Dat u onze gastheer bent. En we bidden u, Heer, om uw tegenwoordigheid in onze harten. Als we mogen luisteren naar de lofzang van de mannen. Lofzang over hetgeen wat gebeurde met kerst. Dat we zelf mogen zingen tot u. En dat u daardoor uw troon bouwt in onze harten, onze geest. Dat we mogen woorden, die aloude woorden mogen horen. Die profetieën uit een ver verleden, vervuld in Jezus. En nog profetieën die vervuld gaan worden. Heer, wij willen u bidden om uw tegenwoordigheid in onze harten. En we bidden net in het bijzonder voor de familie Oosterveld, familie Muis. Bedouw hen met uw tegenwoordigheid van troost, Heer. Vader in de hemel, zo bidden wij om kracht. Voor de lofprijzing, voor het woord. Dat we de vrede van de vredevorst mogen ervaren in onze harten. Te midden van de onrust van de tijden en misschien ook wel van onze eigen hart en denken in ons leven. Zo dragen we onze levens en dragen we ook deze dienst aan u op. En danken we voor uw trouw, uw goedheid, uw liefde bewezen in Jezus uw Zoon, onze Heer en Heiland. In zijn naam komen we tot u en bidden we tot u. Halleluja. Amen. Hoor, een stem roept. Baan voor de Heer, een weg door de woestijn. Effen in de wildernis een pad voor onze God. Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd. Laat de ruigland vlak worden. De rotsige hellingen, rustige paden. De luister van de Heer zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De Heer heeft gesproken. Hoor een stem roep en een stem antwoord. Wat zou ik roepen? De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem, het gras verdort en de bloem verwelkt wanneer de adem van de Heer erover blaast. Ja, als gras is dit volk. Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van God houdt altijd stand. Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion. Verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem. Verhef je stem, vrees niet. Zeg tegen de steden van Juda, zie hier, jullie God.
Zie hier, God de Heer. Hij komt met kracht. Zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft hij bij zich. Zijn beloning gaat voor hem uit. Als een herder weidt hij zijn kudde. Zijn arm brengt de lammeren bijeen. Hij koestert ze. En zorgzaam leidt hij de ooien. Wij gaan samen zingen. Hoe zal ik u ontvangen? En de rest van de dienst zal verder verlopen zonder nadere aankondigingen. Dienstverlezingen, liederen en woord. Hoe zal ik u ontvangen? Jesaja 9, vers 1, 5 en 6. Licht in de duisternis. Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Groot is zijn heerschappij. Aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd. Ze staan vast in recht en gerechtigheid. Van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren. De Heer van de hemelse machten.
Micha 5, 1 tot en met 4a. Uit jouw Bethlehem in Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. Totdat de vrouw die zwanger is, haar kind gebaard heeft gebaard, worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. Daarom zullen wie er nog over zijn terugkeren naar de andere Israëlieten. Hij zal aantreden en hun als herder weiden, bekleed met de macht van de Heer zijn God, met majesteit van diens verheven naam. Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan het einde der aarde en hij brengt vrede. Lucas 2, vers 1 tot en met 7. De geboorte. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven. Ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet. Aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan. En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.
Lucas 2, van 8 tot en met 20. Niet ver daar vandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie een teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die Hij lief heeft. Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Alleen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden. Precies zoals het hun was gezegd.
Mijn excuses, dit ding zit me dwars. Een woord van de Heer. Vrede. Vrede geef ik jullie. Een vrede die de wereld je niet kan geven. Maar ik wel. Mijn vrede. Dat zijn woorden van Jezus aan zijn leerlingen nadat hij was opgestaan uit de dood, lichamelijk. Shalom zeg je dan in het Hebreeuws. Of salaam in het Arabisch. Zo begroet je iemand in het Midden-Oosten. Met vrede. Dat is wel wat anders dan hallo. Of hoi. Of zoals bij ons, waar ik vandaan kwam, mooi. Ja, ook mooi. Goeiedag misschien. Dat komt er misschien nog een beetje bij in de buurt. Als je goeiedag zegt, daar zit een wens in verborgen. Dan wens je iemand een goeiedag. Daar ga ik tenminste van uit. Als je shalom of salaam zegt, dan wens je iemand vrede toe. Dat is toch gaaf? Als dat zeg maar je eerste begroeting mag zijn. Ja, dat is gaaf, maar vrede is bepaald geen vanzelfsprekendheid. Hè? Vrede is zelfs een kwetsbaar goed. Het kan zomaar geroofd worden. Gestolen worden. Ik maak het ook vaak genoeg mee in mijn werk als predikant. De kwetsbaarheid ervan in families, in relaties, tussen geliefden, ouders en kinderen, gemeenteleden, gemeente en leiding. En als je de sfeer in Nederland meemaakt, ja, dan is het een open deur, denk ik, als ik zeg dat er veel onvrede aanwezig is. Onvrede in de samenleving. Onvrede in mensenlevens, in de mensenharten, in de mensengedachten. Zelfs oorlog in hart en hoofd. Het hoofd in ons hart was het grootste slagveld van ons leven. Ik ken de vrede van Christus, nadrukkelijk. Maar ik ken ook genoeg onvrede. Onvrede over allerlei zaken. In de gemeente, in de wereld, in omstandigheden van mensen en levens van mensen. Onvrede over jezelf, of hoe ik met dingen omga. Of onvrede hoe ik met mensen omga. Er is terechte onvrede en er is onterechte onvrede. Maar of die onvrede nou terecht is of onterecht, ik wil niet dat onvrede koning is in mijn hart en in mijn denken. Maar de vrede van God. En of ik daarin slaag, nou ja, vraag maar naar mijn vrouw en kinderen. Hele riskante vraag. En weet u, de vrede van God, dat is geen wapenstilstand tegenover de machten van het kwaad. Dan heb je een verkeerde kijk op de vrede van God en de vrede van Christus. Bestudeer daarvoor maar het leven van Christus. Maar ja, met kerst gaat het over vrede. Je kunt geen kerst vieren zonder dat de gedachte aan vrede naar boven komt. Kijk op tv, waar gaat het over? Vrede. Als je de reclame ziet, vrede. Mooie plaatjes van mensen bij elkaar of mensen die elkaar opzoeken die alleen zijn. De vrede van kerst, de vrede gedachte van kerst toch te beleven. Of te schenken. De vrede gedachte en het verlangen naar vrede, dat dringt zich gewoon op en het hoort bij kerst. Want met kerst klinkt de blijde boodschap over de geboorte van de vredekoning. De vredevorst. Zijn naam is Jezus. God redt. En zelfs legers in oorlog die kennen een vredesbestand. Jullie kennen ongetwijfeld wel het verhaal uit de Eerste Wereldoorlog, hè? Iedereen kent het toch?
dat de Duitsers en de geallieerden met kerst, het was veel te slecht weer om te vechten. Wat gingen ze toen doen? Toen gingen ze het kerstfeest vieren bij de vijand in de loopgraven. En ze gaven elkaar cadeautjes. De Duitsers en de geallieerden. Kerst 1914. In die verschrikkelijke oorlog. Met het meest verschrikkelijke wapen wat ooit uitgevonden was. Het mosterdgas. Zoeken de soldaten van de beide legers elkaar op. In niemands land. En in elkaars loopgraven. En als ze dan te horen krijgen dat de officiers kwamen om polshoogten te nemen. Nou, dan kropen ze gauw weer terug in de loopgraven en dan schoten ze heel hard in over de hoofden van de ander heen. En dat leverde zelfs een staking op. En het hele Westfront was ongeveer de helft van alle soldaten van beide kanten in de weer om samen de kerst te vieren met elkaar. In de Oekraïne, daar smachten ze naar vrede. Dat die ellendige oorlog eindelijk voorbij mag zijn. Het heeft al zoveel onnodige levens gekost. En voor zoveel verdriet gezorgd. In Oost en West staan we op gespannen voet. En het was nog wel, ik weet niet of je het nog weet, de grote droom van Ronald Reagan en Mikhail Gorbachev. Dat er een einde zou komen aan de Koude Oorlog. Die Koude Oorlog tussen Oost en West. En sinds de val van de muur is er ook ongelooflijk veel gebeurd. Ik weet nog dat ik hier, een keer heb ik toch die foto's laten zien uit het jaarboek van Encyclopedia Britannica over 1989. En het begon met een essay. De dag dat het gezicht van Oost-Europa veranderde. Allemaal foto's van de vernieuwing. En de intrede van vrijheid. Maar de perestroika waar Gorbachev zo van droomde, die mislukte. Omdat er een nieuwe situatie ontstond. Dat de nieuwe rijken steeds rijker werden. En de armen maar armer. De Sovjet-Unie viel uit elkaar. En hij kreeg de schuld. En uiteindelijk is de relatie tussen Oost en West weer killer geworden. En Poetin denkt volgens mij niet over een kerstbestand. Ja, vrede is kwetsbaar. En toch klinkt in elk van de kerst, zowel in Oost als West, de boodschap van de komst van de vredevorst. En we zingelen met de engelen mee, ook al misschien met een brok in de keel. Ere zij God in de hoge en vrede op aarde en de mensen een welbehagen. Voor ons misschien een wens, gebroken als we zijn als wereld. Maar voor de profeten en de engelen was het een zekerheid. Het komt, het gaat komen, nou en of. En de engelen zingen, het is nu. De profeten die hebben het beloofd, we hebben het net nog gelezen. En deze namen zal hij dragen, wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Groot is zijn heerschappij en aan zijn vrede zal geen einde komen. En afgelopen zondag horen we Zacharias zingen in de lofprijzing bij de geboorte van Johannes. De wegbereider van de vredevorst. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal er stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood. Zodat we onze voeten kunnen op het pad van vrede. Daarvoor is hij gekomen. En zo ging ook de hemel open voor de herders. En die jonge jongens, soms ook meiden, die de schrik van hun leven kregen toen de hemel openging en de engelen zich aan hen openbaarden. En ze de engelen hoorden zingen. Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor mensen die hij lief heeft.
Ja, Vredevorst is zijn naam. De naam van die Jezus die geboren wordt in een voederbak in Bethlehem. Ja, en ook dat was voorzegd door de profeten. Die voederbak in Bethlehem. Ik weet niet, u ziet hem waarschijnlijk niet liggen. Maar de kroon ligt al klaar bij de kribbe. Maar daarvoor is degene bedoeld die in die kribbe wordt geboren. Hij is bestemd voor de kroon. Maar ik had eigenlijk, ja, zeg maar, de bling-bling van kerst staat er nu een beetje voor. Maar ik had eigenlijk, zo bij wijze van spreken, een lamp achter het kruis willen plaatsen. Omdat de schaduw van het kruis maar al over de kribbe valt. Als die magiërs uit het oosten komen. Met een geschenk voor de koning. Het goud. Echt een geschenk voor de koningschap. Maar ook de mirre. De mirre die gebruikt wordt voor de begrafenis. Een vooruitwijzing naar de weg die Jezus ook zou gaan. Ze hadden het allebei meegebracht. En wie er ook. Heenwijzen naar zijn eeuwige afkomst. Ja, het kruis zou eigenlijk tussen de kribbe en de kroon moeten instaan. Maar het ging niet rechtstreeks naar de kroon. Het ging via het kruis. Om vrede te schenken tussen God en mensen. En ook tussen mensen onderling en met de mens met zichzelf. Ging deze vredevorst de weg van een kruis. Na al die tekenen en wonderen gedaan te hebben van genezingen, van bevrijdingen, dat zelfs natuurkrachten die luisterden naar zijn stem. Waardoor mensen zeiden van wauw, dit is hem. Dit moet hem zijn. Liet hij zich aan een kruis nagelen. Werd hij zijn geëxecuteerd als misdadiger. Verwarring alom. Maar achteraf bleek dat dit de weg was die voor hem was uitgestippeld. Omdat alleen dat de weg was om vrede te brengen tussen God en mensen. En de kloof te overbruggen tussen God en mensen. Dat was de weg die hij moest gaan om de macht te breken van de zonde, van de dood en van de duisternis, het kwaad. Ja, die onzichtbare geestelijke wereld. Van het kwaad, als je daar geen rekening mee houdt, dan heb je nog niet het helft van het evangelie gepeild. Het is een bekende tekst, hè. Want al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gaf. Opdat een ieder die hem gelooft, in hem gelooft, zijn of haar leven aan hem toevertrouwd. Niet verloren ze gaan, maar het eeuwige leven zou erven. En dat eeuwige leven, u weet, ik zeg het wel vaker. Dat is niet alleen een kwestie van de plek waar je naartoe gaat als je doodgaat, zeg maar. Als het fysieke lichaam er een keer mee ophoudt. Het eeuwige leven bij God, in de hemel, maar ook op aarde. Wij verwachten immers de opstanding. Maar het is ook het kennen van God. Het kennen van zijn stem, het herkennen van hem. Het kennen van hem van hart tot hart. In dit leven nu. Dit is het eeuwige leven, zegt Jezus. Dat zij u kennen. In hem die u gezonden hebt. Mij. Die goede herder. Die vredevorst. Hem kennen vanuit een diep besef van zijn goddelijke liefde voor jou. Dat hij die weg is gegaan, zeg maar, voor jou. Voor zover het u zich kunt voorstellen. De schepper van het heelal. U weet, ik ben geen evolutionist. Niet meer. De schepper van het heelal. De schoonste van het heelal. Die een vloek werd. Omdat hij de zonde moest dragen. Het is ongekend. Maar hij zei, vader, als het even kan, liever niet. Maar hij deed het. Waarom? Omdat hij van ons houdt.
En dat hij wist, dit is de enige weg om in vrijheid en de tegenwoordigheid van de Heer te leven. En zelf vervuld te worden met Gods Heilige Geest. Zijn tegenwoordigheid. Hier, nu. En met de goddelijke vrede in je hart. Te midden van alle onrust misschien in je eigen leven en in deze wereld. Weet je, dat maakt echt een verschil. Die goddelijke vrede in je hart. Ik heb het al zo vaak meegemaakt bij mensen wiens leven in puin lag. Die de wanhoop nabij waren. Als dan de vrede van God binnentreedt, dan verandert het leven compleet. De vrede van God, de vrede van Christus, dat is iets bijzonders. Omdat het iets is wat heel je wezen, heel je zijn, zeg maar, doordringt. Je hart, je denken, je gevoelens, je leven en je perspectief. Maar het is een vrede die je niet zelf kunt oproepen. Het is een geschenk. Het komt uit het hart van God. Door overgave aan de vredekoning. Kom tot mij, zegt Jezus. Hè? Vermoeide, belaste, onrustige harten. Vol onvrede misschien. En ik zal jou rust en vrede schenken. Dat zijn beloften. Er zijn miljoenen die je daarvan kunnen getuigen. Ik had zoveel kunnen laten zien vanavond. Ik denk, ik ga het vanavond niet doen. Getuigenis van die verteller. Gewoon een simpel gebed. Skeptisch waren ze zelfs. Maar de vrede van Christus kwam in hun hart. Wat Hanneke vertelt toen ze in Mongolië was. Nee, we hebben gisteravond nog gekeken. Van dat vrouwtje. Met een paar kindertjes. Een man was er niet, zoals er vaak gebeurt. En die mishandelde de kinderen ook. Door de alcohol beschonken. Maar ze had de Heer leren kennen. En de gemeente probeerde zo goed en zo kwaad als kan haar te helpen. Om haar nederige stulpje enigszins aantrekkelijk te maken voor haar. Maar ze had de Heer leren kennen. En toen zei ze, één ding heb ik ontvangen. De vrede van Christus. En dan zit je in je eigen luxe huis. En dan ben je ontevreden over dingen. Oh. Dan zou je toch schamen, hè? Jezus onze vredevorst. Ze hebben de schenker van de vrede. Die omstandigheden te boven kan gaan. Heb je dan nooit geen onvrede meer? Nou wees gerust hoor. Echt wel. Alleen hij wil je helpen. Dat niet onvrede, maar zijn vrede koning is in je hart. Laat je daarom niet overmannen door de zorgen die er zijn en die er nog zullen komen. Zei de apostel Paulus. Hoeveel het er ook kunnen zijn. Maar geef alles aan God en vraag het aan hem. En dank hem in alles. Voor zover het je mogelijk is. Dankbaarheid als basishouding. Vanwege wat hij heeft gedaan aan het kruis op Golgotha. En er volgt ook nog een belofte. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, je hart en je gedachten bewaren, beschermen in Christus Jezus. Ja, daar begint het, hè. In je gedachten en in je hart, in je gevoelens. Wie is daar de koning, zeg maar? Open die vredevorst. Je mocht er nog niet zo zijn, dan ben je het kwijt. En dat kan zomaar gebeuren.
vraagt hem gewoon. Hier ben ik. Help. Of anders, probeer de Alpha-cursus. Probeer in januari van start te laten gaan, de uitnodiging volgt. En wie weet ontvang je dezelfde ervaring als miljoenen mensen al hebben gehad. Te midden soms van enorme onrust in het leven. De shalom van Jezus. Zijn vrede. Van binnen. En daar moet het echt gebeuren. Amen. Stille nacht. Gaan we samen met jullie zingen. A cappella. Jullie mogen ons leiden. Ja? Tweede vers met de tekst. Oké, begrepen. De eerste vers nu. En tweede vers mogen we de tekst zingen. Maar als u zich niet in kunt houden, dan zing ik rustig mee. We will follow him.
Wij gaan lezen Jesaja 42 over mijn dienaar. Major Trail zal het met ons lezen. Daarna, Mary, did you know? Mijn dienaar. Hier is mijn dienaar. Hem zal ik steunen. Hij is mijn uitverkorene. In hem vind ik vreugde. Ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen. Hij schreeuwt niet. Hij verheft zijn stem niet. Hij roept niet luidkeels in het openbaar. Het geknakte riet breekt niet hij niet af. De kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen. Ongebroken en vol vuur zal hij het recht op aarde vestigen. De kustlanden zien uit naar zijn onderricht. Mag ik jullie volgen in gebed. Heer, wij willen u danken. Wij willen u danken voor Jezus, uw Zoon, onze Heer.
de vredekoning die u hebt gezonden. En soms begrijpen we niet de bewegingen die gemaakt worden in de geschiedenis. En schamen ons ook soms voor de dingen die namens onder het teken van het kruis zijn gedaan. Verschrikkelijke dingen soms. Totaal niet de bedoeling zoals u het had bedoeld. Maar de mens die in vrijheid mag regeren in deze wereld en mag leven in deze wereld, heeft de keuze. Vrede te zoeken, vrede na te jagen. Of dat niet te doen. Vader in de hemel, wij willen u danken dat u de vrede najaagt. En u hebt het laten zien in Jezus uw Zoon. Wij willen u danken, Heer, dat hij ook de kloof heeft overbrugd tussen ons en u. Dat hij de macht van de zonde heeft gebroken. Van de dood, van het kwaad. En Vader, en als ons leven mee op, dan weten we. Is een dubbele punt en geen punt. In uw eeuwige tegenwoordigheid. Maar we bidden u, Vader, om die vredekracht nu. Door de Heilige Geest in mensenhart, in mensenlevens. Dus de wereld zou er toch wel een stukje beter op worden. Als die kracht zich als een virus mag zo verspreiden. Zo snel. Verrukt, Heer, door uw tegenwoordigheid. Omdat we weten, ik ben geliefd. Vader, wil u danken dat u onze gebroken levens, onze rebelse levens, onze zondige levens gewoon op hebt genomen, Heer, aan het kruis. En onze levensbeker hebt geschonken in Jezus, uw Zoon. Een leven waar herstel mogelijk is. Tussen u en ons, relatie. Maar zelfs herstel van lichaam, ziel en geest. We brengen de gebrokenheid bij u, Heer. De onvrede. Verdriet. Ook nu weer zo heftig mee geconfronteerd. Verdriet van verlies. En ook zo jong nog, Heer. Zo hoort het niet. Vader in de hemel, wij bidden u om troost. Wij bidden u om vrede. Als het gaat om oorlogen, maar bovenal vrede in het hart van mensen, want daar beginnen de oorlogen. En we bidden u om uw liefde. Uw hemelse liefdekracht in Jezus geschonken, in ons gegoten door de Heilige Geest. Zo dragen we deze kerstdagen aan u op en dragen we onze levens aan u op. Deze kerstdagen, Heer, waarin mensen gezelligheid zoeken. En dat is gaaf. Dat is goed als dat gebeurt, Heer. Dat mensen elkaar opzoeken. Kunnen bedenken, hoe kan ik de ander tot zegen zijn? Maar we bidden nu. Dat het iets van elke dag mag zijn. En niet alleen maar kerst. Vader in de hemel, zo willen wij u danken. En willen wij u bidden. Om de komst van de vredekoning in de harten van mensen. En om de komst van de vredekoning in deze wereld. Want ja, inderdaad, dan zal alles vrede zijn. En zullen er geen loopgraven meer zijn. Vader in de hemel, wij willen u danken voor wie u bent. Uw trouw, uw goedheid, elke dag weer nieuw over ons. Daarom geloofd en geprezen zij uw grote naam. En willen wij u danken dat we mogen leven in het perspectief van uw koninkrijk. En ook in de verwachting van uw koninkrijk en uw koningschap. In mensenlevens en in deze aarde, op deze aarde. En dan mogen we bevestigen, Heer, door het gebed te bidden dat Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Eer zij God in onze dagen. Johannes 1, vers 14 tot 18, lofprijzing. Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de Vader. Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep, hij is het over wie ik zei, die na mij komt is meer dan ik, want hij was er voor mij. Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. We gaan samen weer met de a cappella voor hem zingen. En het lied wat wij nu gezongen is, vind ik ook bijzonder voor in deze tijd, nu er zoveel te doen is rondom de excuses om de slavernij. Het lied wat ook ontstaan is in de tijd van de slavernij. Go tell it on the mountains. Thank you.
U mag zo de zegen ontvangen. En daarna zingen we samen het Ere zij God. En normaliter zouden we ook weer na afloop glühwein en chocolademelk en krenten weg hebben. Maar we hebben nu maar besloten dat niet te doen. We hopen dat u dat, laat ik zeggen, dat u daar begrip voor hebt. U krijgt wel wat mee. Vredesduifje. Om een eigen boom te hangen of om iemand te geven. Om iemand blij mee te maken die het misschien moeilijk heeft. En ik wens je de vrede toe. En nog een uitnodiging voor de Alfa-cursus. Voor jezelf om misschien weg te geven aan iemand van, hey. Waarvan je denkt van, voor hem of haar zou het misschien gaaf zijn. Die vrede zou ontvangen van de Vredekoning. Ga dan heen met de zegen van de levende God om ook zelf tot de zegen te zijn. Want de liefde van God de Vader en zijn genade Jezus Christus zijn Zoon, ons Heer en Heiland. En de gemeenschap door de Heilige Geest is en blijven met u allen. Amen.